Oké, we staan hier aan de grens van een Natura 2000 gebied. En daar net niet in, want dat is natuurlijk niet wat mag. En wat ik dus ga doen, is een panorama maken van dat Natura 2000 gebied. Maar wel van een eindweg natuurlijk. Oké, hij begint weer met aircraft moving detected, wat helemaal niet zo is. Hij staat op manual, de camera. Volgens mij ziet het er wel goed uit. Hij doet dan image preheating, which is a good idea to do. There are no cars in the vicinity. We hebben slechts 9 satellieten. En ik vraag me af of ik hem, of het noodzakelijk is om ook meteen een film te maken. Nah, let's not do that. Oké. De drone is klaar. Alles staat klaar. We hebben een beetje een probleem met verschillende auto's die langskomen. Daar moeten we even op wachten. En de motor. Dat was de motor. Dus, en de auto's zijn weg. Start de engine. Blijft die hangen. Ja, omhoog. Oké, ik ga even opzij staan, zodat de wifi niet dwars door de boom heen hoeft. En we gaan hem... laten stijgen tot 100 meter. Maar 110, 111, 112, weet ik veel, zoiets. Dat is goed. Hoe ziet het beeld eruit? Mooi. Oké, dus dan kan ik zeggen... Start de panorama. En maak een automatische. Kijk, je ziet dus inderdaad de heide, wat natuurlijk mijn doel was. En je ziet ook duidelijk dat ik ben niet bij de heide. Het is allemaal plassen nog van de regen. Oh, ik sta er zelf op de foto. Er komen net een paar auto's ook langs. Oké, dat zijn de 22 foto's die tezamen de panorama vormen. Ik vind de hoeveelheid licht en donker wel goed. Dus we gaan nu even een filmpje maken.
om onderscheid te maken tussen de ene en de andere panorama. Maakt verder niet zoveel uit, zo, dat is een kort filmpje. En nu gaan we de andere panorama doen. De handmatige met 34 foto's. Die duurt dus even langer. Het is wel een beetje jammer dat je natuurlijk enorm toch die... ja, hij staat natuurlijk 30% omhoog, die camera. Dus hij kijkt vooral naar zijn eigen propellers. Goed, en dan maakt hij dan een heel rondje van. Dan zie ik hier wat lucht. De lucht is enorm wit. Komt natuurlijk vanwege die wolken daar. Nou, nu pakt hij de horizon. Mooie heide hoor. Het is Drenthe toch eigenlijk leeg? Of, anders gezegd, wat is de Randstad vol? Hele stukken grond. Compleet onontgonnen is gewoon. Grond? Ja, hier ook wel, maar goed, dan zie je ook zo'n heel stuk veld. En dan, ja, daar groeit er wat op. Nee, het ligt een beetje klaar. Ik heb zelden zoveel leegte gezien, maar ook leegte qua ja, grasvelden en weilanden en zo. Dan moet ik zeggen dat hier aan de overkant, daar staan een paar ja, bruinachtige koeien te grazen. Misschien was dat ook de reden voor die veeroosters. Ik weet het niet. Nou, de panorama is dus klaar. Laat ik eens een mooi fotootje maken. Van dus die heide, die is echt... Oh, hij is mooi. Ook daar achteraan gaat die heide heel mooi door. Schitterende foto's. Lange wegen. Je krijgt wat waarschuwingen en zo. No image transmission signal. Maar ik geloof niet dat dat wat voorstelt. Laten we eens even naar beneden gaan. Nee, we gaan geen film maken. Ik draai hem wel even de goede kant op. Waarvan ik denk. Dag! Dat is niet de goede kant. Dat is de kant.
van de koeien. Nee, dat is de kant van de heide. Wow. Daar is inderdaad mijn auto, want daar sta ik. Dat snap ik. Ja. Waar zijn dan die koeien? Die koeien moeten dus aan de andere kant zijn. Een beetje daar. Ja, daar is de heide. Ik zie nergens koeien hoor. Oh, wacht even. Dacht. Aan het randje, daar. Ja. Nou, anyways, kom maar terug, want we hebben nog maar 10 minuutjes. Dan is de heidevelden weer en als het goed is moet ik weer in beeld komen. Ja, hier staat de auto. Laat hem lekker dalen. Je moet wel heel laag aankomen zetten natuurlijk. Zijn de auto's in aantocht? Hoop auto's, hoeveel minuten hebben we nog? 10. Ja, geen auto's, kom maar, ja. Oké dan. Je levels uit. Goed zo. Dan gaan we even de... Het blijft al een beetje moeilijk, hè, die share ding uitzetten. Misschien moet ik daar eens een oplossing voor weer.